is goed genoeg. Ik ben er net aan zaterdag een rol. Bye bye. Veilig thuis. Beste prinsen, prinsessen, aanwezig op het podium. We gaan jullie naar voren laten komen om beurten. Jullie stellen zich voor. Jullie krijgen het ereteken van onze seniorenprins en dan mogen jullie terug naar de zaal gaan. Want ondertussen is er zelfs hier een rollenbollen op het podium. Ik ga eerst het woord geven aan onze seniorenprins, dat hij jullie nog toespreekt. Alsjeblieft. Dank je, Dini. Hartelijk bedankt, collega's, regerende prinsen, keizers, het zijn de keizers ook tussen, en prinsessen. Bedankt om hier zo talrijk aanwezig te zijn op mijn prinsengala. Dus ik mag zeggen, mijn prinsengala is geslaagd. Het is een geslaagde avond. Dank u wel, beste vrienden, voor hier allemaal aanwezig te zijn. Dank u. We gaan beginnen op de hoek hier. Prins van Oost-Vlaanderen. Diego, dat doet eigenlijk raar om dat zo te zeggen. Twee Diego's samen. Merci dat ik hier vanavond aanwezig mag en kan zijn. Ik vind het al een hele eer dat we met twee Diego's een titel van Oost-Vlaanderen mogen dragen. Tot heel 2023. Je hebt zeker een geslaagd bal en ik hoop nog veel tegen te mogen komen de komende weken en maanden. Ik heb mijn nogmaarschalk bij. We hebben nog maar een klein presentje voor u. En ik zou ineens ook even van de gelegenheid gebruik willen maken om jullie allemaal uit te nodigen op mijn overwinningsbal. Dat zal plaatsvinden op vrijdag 13 oktober. Het gaat geen ongeluk brengen. Dat zal plaatsvinden in het Gildenhuis in Stekenen, dorpsplaats 42, straat, sorry. De deuren gaan open vanaf 19 uur. En degene die een uitnodiging zullen krijgen voor de receptie, jullie zijn natuurlijk veel vroeger welkom. En ik sluit hierbij af met een drievoudig alaaf, alaaf, alaaf. Dan zie ik daar de lustige boerken staan uit de Antwerpse. Ik heb ook mijn jeugdprinsesje bij. Wij hebben een volgend evenement. Dat is op 9 september ons eetfestijn. En dat gaat door in zaal de Ark. Achterdoven, 63 in Wustwezel. En ik sluit af met een drievoudig alaaf, alaaf, alaaf. Van de volgende prins, die ken ik niet. Maar de Ben van Opwijk, als je er bent. Diego, we hebben dat overal gezien met elkaar van het jaar. Dus Adil is meer als verdienen verdient. Ik wijs dat dat wel bewezen is door allemaal de persoon die hier achter ons staat voor het moment. De mensen in de zaal, dat die hier zo talrijk aanwezig zijn. Ik zal zeggen, maak er nog een ferme avond van allemaal. En ik sluit af met een drievoudig. Alaaf, alaaf, alaaf. Ben, nog eens excuseer me voor vorige week. De mensen weten mijn situatie, maar ik ben net toch overal. Ik heb op de campagnefeest geweest. Dus ik was er al niet bij vorige week. Op uw weekend. Maar we gaan er nog het beste van maken. Dank u wel, Ben. Om aanwezig te zijn. En in vrouw, alsjeblieft. Nog eens bedankt. Op dame. Proficiat met je bal. Eerst en vooral proficiat aan iedereen die hier aanwezig is. Ik ben keizer Nick van de Packers. Ik heb mijn hofmaarschalk mee. En graag nodigen wij jullie uit op 17 september voor ons kippenfestijn in Blankenbergen in Café Sint-Amand. Dank u wel.
Dan zien we de Ivan staan uit Assen. Ja, Diego. Je ziet, hè, er is veel volk. We hebben u overal gezien. Dank u voor de uitnodiging. Ik nodig jullie ook uit op het Ons Bal 14 april. Zowel mijn overwinningsbal als het overwinningsbal van Ben en Marleen. Ja, we doen het samen. Dus ik nodig jullie allemaal uit. Dat is in zaal de Noring. Om 20 uur en 11 gaan de deuren daar open vanaf 14 april. En ik sluit af met een drievoudig alaaf, alaaf, alaaf. Dan zien we Groot Was Münster staan. Diego, heel hartelijk bedankt voor de uitnodiging. Wij moeten spijtig genoeg onze senioren prinses verontschuldigen wegens omstandigheden. Maar er nog een heel toffe avond van. En ik sluit af mijn drievoudig alaaf, alaaf, alaaf. Wij hebben trouwens ook een eetfestijn op 6 mei. Ook nog de inschrijvingen. De verzorging wordt gebeurd door Bonnie. En ik sluit ook af met een driemaal alaaf, alaaf, alaaf. Ik ben Prins Kwieke van Groot Was Münster. En wie nog een hamburger wil, moet snel zijn, want Bonnie gaat de deuren sluiten. Dus niet wachten, nog een half uur wachten. Zo. Dan hebben we de volgende. Goedenavond, Diego. Ik ken haar ook al wat kleins af. Ik ben ook samen in de PRO's gezeten, vroeger. Ik was dat jeugdkinderprinses, vroeger. En ik ben ook content dat ik hier sta. Ook als kandidaat en als prins nog. Van de CV De Waalse Rapers. Echt merci voor de uitnodiging. En ik ben hier ook met mijn afdame Eva. En ze zit in de zaal. En ik sluit af met jullie wat ik alaaf, alaaf, alaaf. Dan zien we onze. En ik wil er eerst van profiteren om ons eetfestijn aan te kondigen op 7 juni, zal het koerken. En voor de rest, de slagbal. En zo het af met een drievoudig. Voilà, voilà. Goedenavond, ik ben Erwin, plus carnaval van Zaalzaken. Ik ben hier samen met onze luisteraar hier met deze. Patrick, heel erg bedankt voor de uitnodiging. Het was heel tof toen we elkaar ontmoeten, we elkaar nog wel ten aanzien nemen. Leuk dat we ook kunnen zijn. Ik wens je nog veel succes. Patrick en ik, ja, we zijn proberen in Zaalzaken het carnaval weer een beetje te krijgen. Dat heeft ongeveer 30 jaar stilgelegen. Dus Patrick is de laatste. Ik ben de eerste nieuwe. Dus ik heb hem gezegd, één of twee uur te horen, dat is naar mij. Bedankt en ik zet af met u. Erwin, Patrick, bedankt om hier aanwezig te zijn. Voor jullie is het ook de eerste maal dat je zoiets meemaakt. En hopelijk kunnen we dat terug, zoals vroeger op de katten, dat we dat terug kunnen brengen in het centrum van Zaalzaten. Ik mag altijd op mij rekenen. Moet maar roepen, Erwin. Nu dat we de katten verdoemd, dus ik heb nog een doelstelling. Mijn vader heeft dat 2 maal prins carnaval geweest op de katten. En, ik kan niet anders of beter doen. Ja. Dank u wel. Patrick, moet ik heel iets zeggen? Ah, dan hebben we niet gezegd. Hè. Dank u. Dan gaan we naar de volgende prins. En Bottelke! Ja. Diego en hofdame. Proficiat met je er bal vanavond. Zeer succesvol bal. Gaat ook overal zijn west. Gaat dood. Hij nam prins waarde en acht, vind ik. Ik zit hier aanwezig te zijn vanavond. Ook met een half jaar van maand. Ik zit al met 3 van de Alsjeblieft, Botteke. Gun ik de ideeën. En alleszins bedankt om hier te zijn. En onze vierde musketier komt druk nog niet eraan. Hè. LVV. Alsjeblieft, Jonne. Een gelietje mee? Hij heeft die afgegeven. Straks, achter de Rayan, moet je alles geven. Oké? Nieuw, hoofdame.
Bedankt voor de uitnodiging. Super tof feest. Spijtig, de dochter die er veel stond als kandidaat prinses van Wetteren, kost er vanavond niet bij zijn om dan ja, werken van altijd veel. Maar de volgende keer moest er wel bij zijn. En ik zou zeggen, mocht er nog een geweldig feest van, dat ik er dan al bezig zijn. Sluit af met een drievoudig. Alaaf, alaaf, alaaf. Dank u. En ja, ik heb in mijn handen in die lekstok. Die de micro is van mij, zo. Ja, ik ben de seniorenprins. En daar hebben we ons krikske, hè. Mijn prinsesje. En onze prins komt er ook nog een keer achter. Dus hij is al weg, hè, onze prins. Oh. En onze, daar is hij, onze Diego. Kopen dat we samen nog verder kunnen door de deuren gaan. Jullie als Ancassien, ik wel. Als de prinsengarde. Maar wij gaan het allemaal samen doen. He? En hopelijk het volgende seizoen. Dan zeker ook allemaal samen naast elkaar mogen vieren. Dank u, mensen. Diego, Hof, bedankt voor de uitnodiging. Ik hoop dat het nog een goed feestje gaat zijn. Ik ga ook even de gelegenheid nemen om mijn overwinningsbal voor te stellen. Mijn overwinningsbal gaat 29 juli door in de Klingen in de parochiezaal. De deuren gaan open om 8 uur. Ik heb ook nog mijn hof mee. Ik heb mijn hof Davina mee. Mijn hof dame Marilien en mijn hof maarschalk Niels. En ik sluit af met een 3-maal alaaf, alaaf, alaaf. En dan komt daar een schattenbout. Een lady in de vagebond, zeker. Diego, Rob, precies had nu een bal die geef je volk. Maar ja, ze is ook weer buiten geweest. Ik wil je ook al zeker uitnodigen op ons eetfestijn van Leden in de Vagebond. Ja, had nog, ja, maar dat is bij mij ook, jongen. Nee, het is friet met stoofvlees. Ons eetfestijn gaat doorgaan op 24 september in Café het Lammeke. Brusselsteenweg 341 in Gent. Dus van alle welkom. En ik zit af verder met de video van Drievoudig. Alaaf, alaaf, alaaf. Onze Lorenzo en dan gaan we naar de prinses. Diego, proficiat. Of dame, proficiat. Ik moet mijn zoon verontschuldigen, want hij is op de terugweg van Italië, hij is een skiereis geweest en hij had niet tegen mij gestaan als mijn jeugdprins. Maar ik moet hem verontschuldigen, anders had hij erbij geweest. En doet dat nog goed, ik heb hem overal gezien, dat zie je ook, want het volk dat hier is. En ik doe dat met mijn kind altijd, alaaf, alaaf, alaaf. Dat is een aardig, dat is ook alaaf. Dank u. En gaan we naar de volgende prinses. Diego, ik ben Sandra, prinses van CV de Rutsepots. En dank u wel voor de uitnodiging. Het is heel aangenaam. En ik sluit af met jullie voor de aanhaal. En wanneer is die afterparty weer? Wachten er nog meer op, ze? Geen drankje meer uit de mensen. Dan hebben we er nog een prinses staan. Van Groot Sint-Niklaas. Goedenavond, Diego. Bedankt voor de uitnodiging. Als ik dat kan moeten excuseren, wegens reden. Hè. Nu is anders wel zeker aanwezig. Dus we dat in het geval. Wendy, ik weet het wat er met papa is. Mama is ook niet de best. Maar mensen, haar papa, die is ook prins van Groot Sint-Niklaas. Hij heeft, jammer genoeg, de vieze ziekte, dat we zeggen. Het is al zeker een jaar of twee dat hij ervoor strijdt, dat ik weet. Dus mensen, diegenen die kunnen en die tijd hebben, morgenavond is zijn overwinningsbal en ook van onze Wendy, de Sint-Niklaas. Dank u wel.
En nu gaan we de volgende hoogheden. Proficiat met je bal. Ik zou zeggen, geniet er nog van. Zolang dat je nog kunt. Hè. Er is heel veel volk en je bent ook overal naartoe geweest. Dus ik zou zeggen, en hoe zeer dan nog, moet er een affiche van. Van lassen. Dank je, Miss Bette. En zondag gaan we er ook nog een feestje van maken, hè, Alst. Ah, jij laat een groep in de steek. Maar dat is niet goed, want die jongens gaan meegaan waarschijnlijk, hè. Hè? Die gaan waarschijnlijk meegaan, hè. Oké. Dus, morgen zijn wij ook te zien. Zondag zijn wij te zien op de Arend. Dus samen met de Engelen van Lee. En dan hebben we onze laatste prins op het podium. Alsjeblieft, Jonas. Ja, dank u, Diego. Eerst en vooral een dikke proficiat met je bal. Aan het volk te zien. Hij had best gedaan vorig jaar. Ik kan niet zeggen dat hij weggestoken heeft. We hebben hem nu overal gezien. Dus we verdienen dat wel, zo'n bal. Dus ja, ik zou zeggen, geniet er nog van. En bedankt, Jonas. Ga je zorgen hier voor de medaille? De pen heb je gehad normaal. Ik heb die gegeven aan mijn moeder. Jammer genoeg was dat niet bij. Met de sleutel overgedragen, maar we hebben ons gejeund daar ook. En achterin die nog. In de cafeetjes daar. Het was zwaar, ga dat zeggen. Dankjewel.